Knalt het wel eens bij jullie thuis? Of staat je relatie onder spanning? Wellicht heeft dat te maken dat er één van jullie zich niet thuis voelt op de plek waar jullie samen wonen. Ik laat je in deze video een techniek zien, de territorium tekenoefening, waarbij je je niet gelijkwaardig voelt in huis, inzichtelijk wordt. En dat is misschien de start van een oplossing om gelukkiger samen te wonen. Samenwonen is meer dan alleen maar twee onderbroeken in een kastje en een tandenborstel op de wastafel hebben liggen. Ik wil een verhaal vertellen van Casper en Fleur. En Casper heeft een huis in Hilversum en Fleur trok uiteindelijk na 2 jaar relatie bij hem in. Maar het was duidelijk zijn huis, zijn interieur, zijn inrichting. En je weet het wel, zo'n typisch mannenhuishouden. Je kent dat wel, grote tv, grote bankstel waar je met 3 vrienden op kan liggen. Allemaal donkere kleuren, zwarte meubels, grijze wanden, weinig kleur in huis. Ja, geen planten, want die moet je water geven. Kortom, het huis was vooral praktisch ingericht. En als klap op de vuurpijl hadden ze 2 beste vrienden de huissleutel. Dus die konden makkelijk in en uitkomen. Maar goed, Fleur trok bij hem in en kreeg een paar hangertjes in de kast. En had een eigen plankje in de badkamer waar ze haar toiletspullen kwijt kan. En eigenlijk voelde ze zich bezwaard om dingen in het huis te veranderen en te verplaatsen. Want ja, het was tenslotte zijn huis. En ze vond het lastig om een eigen plek voor zichzelf te vinden. En had dan weer die vrienden die met een eigen huissleutel zo naar binnen en naar buiten konden lopen. Uiteindelijk is die relatie gewoon doodgebloed. Ze hebben zich nooit echt gecommitteerd, nooit echt verbonden aan elkaar. En ik denk dat de belangrijke reden is dat Fleur zich eigenlijk altijd te gast gevoeld heeft in het huis waar ze samen met Casper woonde. Dus als iemand niet tevreden is over de plek waar hij woont, dan zou dat best eens te maken kunnen hebben met gebrek aan eigen ruimte, oftewel je eigen territorium in huis. En zeker als je bij de ander intrekt, dan moet je soms het territorium ook echt verwerven. Maar dat begint eigenlijk met inzichtelijk maken hoe de ruimteverdeling in huis is. Nou, daar heb ik een mooie oefening voor en die wil ik je even laten zien. Deze oefening noem ik van wie is de ruimte. Het is een territorium tekenoefening en waar je mee begint is met het maken van een plattegrond van je huis. Dat kan schetsmatig of niet helemaal precies. En wat je doet, je pakt 3 kleuren stiften en je geeft iedere bewoner geef je een kleur. In eerste instantie ben jij dat, hè? De oranje kleur, dat ben jij wie jij bent. Je geeft je partner een eigen kleur. En je pakt een kleur die voor gemeenschappelijke ruimte is. En je gaat langzaam het plattegrond invullen met de ruimtes. En we kijken dus naar wie is de hoofdgebruiker. En de hoofdgebruiker is degene die bepaalt hoe iets eruit ziet. Hè, dus de aankleding, de inrichting. Ofwel bepaalt wie wel of niet binnen kan komen. En dat gaat eigenlijk over privacy. Waar heb ik mijn kledingkast? Hè? Ik heb hier ruimte. Dit is mijn ruimte. Dit is de ruimte van mijn partner. Dit is zijn of haar bedkant. Dit is mijn bedkant. Ja, en dan heb je bijvoorbeeld de rode stift en dan kijken we wat is gemeenschappelijk. Nou, en stel nou dat je nog een inwonend kind hebt, hè, een zoon of een dochter. Dan zou je die zeggen, nou, die heeft een eigen ruimte en die kan je dan ook nog eens een eigen kleur geven. Nou, en op deze manier maak je eigenlijk inzichtelijk wie de baas is over de ruimte hier in huis. En als hier dus een heel erg groot verschil in zit, in dit geval is die oranje eigenlijk maar heel klein, dan zou dat best eens iets kunnen zeggen over de verhoudingen binnen een huis. Samenwonen is samen ruimte delen. En ruimte delen betekent, als er iemand bij komt samenwonen, ook ruimte opgeven.